We keren terug naar Parijs-Roubaix van 2018. De editie met veel stof en waar Peter Sagan won. Maar ook achterin het peloton, achterin de wedstrijd, werd een heel mooi verhaal geschreven. Het Valdus Siskevicius reed een niet-anonieme wedstrijd. De Litouwse renner verzeilde helemaal achteraan en reed uren helemaal alleen voor de bezemwagen uit. De beelden haalden wereldwijd het nieuws. Dit is het verhaal van Valdus Siskevicius. Ik zocht hem op en ik vroeg hoe Valdus daar was terechtgekomen. I was having a lot of problems, you know. I had a puncture, I had a problem with my bike. It was really, you know, that day, really hell was on earth, you know, when nothing going well. I think it was a lot of crashes. I was not engaged in the crashes, but I was stopped by a crash after we was chasing, after I had a problem with my back wheel, and after I just was in the big gruppetto, but you know, like in gruppetto, you didn't have no cars behind, some guys was having a punctures and so on, and I was left alone in the second feed zone, and after I was just continuing. Okay, so how many... How long were you alone then? From the second feeding zone, so maybe 70 k's to go. Okay, it was still far to go then, yeah. And But after it was, you know, I was already engaged in this, so I was trying to continue and I did what I can. Valdus zat dus helemaal alleen voor die bezemwagen en hij had nog 70 kilometer te rijden. Ondertussen was Peter Sagan allang gefinished en hij won de sprint van Sylvain Dillier. Volgens de overlevering was de poort naar de piste zelfs al gesloten toen Valdus daar aankwam. The guy opened it. It was not exactly closed. The way was in the moment, so really what I can pass. Ja, de verbinding viel daar even weg, maar de poort die bleek niet gesloten te zijn. Valdus mocht zijn wedstrijd afmaken. Hij werd wel niet opgenomen in de uitslag, want de officials die waren niet meer aanwezig. Zijn verhaal en de beelden die gingen de wereld rond en ik vroeg hem of dat zijn carrière heeft beïnvloed. Ja, het heeft dus zijn carrière geholpen. Hij is bekender geworden en hij is wel trots dat hij een beetje wielergeschiedenis heeft geschreven. Valdus is niet zomaar een renner achterin het peloton, want dat bleek het jaar nadien. Hij reed opnieuw Parijs-Roubaix en hij was mee in een achtervolgende groep, helemaal vooraan. Hij werd uiteindelijk negende in de koers. Ik vroeg hem of die achtervolgende renners, een Oliver Naassen of een Greg Van Avermaat, of zij hem ondertussen al kenden. I don't know if they know me, but you know we are all professional riders, so yeah. I'm not the it's not the first year professional for me, you know. I was racing already a big race. I think they know we sometimes racing with each other. Of course, they had maybe more, I don't know, they are considered more like leaders in the teams. Maybe they are known a little bit better for a big public, but I think every rider knows all professional riders. Parijs-Roubaix is niet zomaar een wedstrijd, het is de favoriete wedstrijd van veel renners. Ik vroeg aan Valdus of dat ook bij hem het geval was. Yes, it's one of the favorite races, we can tell this, because it's the classic of what everybody's dreaming about. Mm-hmm. And, you know, I am a big guy, so I always dreaming about this. I was racing in Paris-Roubaix, I don't know how many times, but every time still from the juniors I was participating in all Paris-Roubaix, and I really like this race. Yeah. But for Paris-Roubaix you need to have a lot of experience and a little bit of luck for to make a good result. Yeah. Valdus rijdt al sinds 2011 voor een klein team
in het zuiden van Frankrijk, een team uit Marseille. Ik vroeg hem wat zijn ambities nog waren. Heeft hij ooit zin om voor een echt groot professioneel team te gaan rijden? It depends. You know, I have some good relationship with our team manager. Yeah. So I'm here, I'm feeling good. But after, of course, I never tell no, because it depends on the situation. If one team wants really me to be in the roster, why not? But we know what the situation now is really complicated with the teams, so yeah. I don't think what will be happen this year, so maybe next year we'll see. Als je dit najaar of het komende voorjaar een renner ziet met de naam Evaldus Siskevicius, dan weet je nu waarom je hem uit moet gaan aanmoedigen. Zo, dit was een verhaal over Parijs-Roubaix, een wedstrijd waarop elke positie in het peloton geschiedenis wordt geschreven. Bedankt voor het kijken en tot de volgende wielerverhaal.